Door, ja, die 3 maanden niet echt. Super wijs en er zit ook zo vulling in. Helemaal welkom terug bij een nieuwe vlog op mijn YouTube-kanaal. Het is nu ongeveer 3 maanden geleden dat ik mijn laatste vlog had gemaakt. En ik dacht, laten we terug beginnen vloggen. Ik heb het nu de laatste tijd wat drukker met werken. En ook dat ik in dezelfde routine continu zit. En daardoor ja, die 3 maanden niet echt heb gevlogd. En meer andere video's heb gemaakt. Maar I'm back. En ik ga proberen nu wat meer variatie te filmen. Van de dagen dat ik thuis ben. En ook naar de fitness ga enzovoort. En als ik ja, leuke dingen doe. Dus blijf zeker kijken. Dus als eerste wat ik jullie wat doen is mijn nieuwe items dat ik ja, gekregen heb van mijn vriend. Altijd mijn geld geven en ik heb dan daarmee wat items gekocht. En ik ga jullie een kleine closing haul geven. Dus deze shirt van de H&M van de Divided collectie van Fanta. Met daar ook een, noem je dat, tanktop? In het oranje, ook van de Divided. En dan ook deze superleuke broek. Lekker high-waisted. En ook flared, veronderstel ik dat dit is. Maar ik vond hem echt gewoon te leuk. En ik kon hem niet laten liggen. In de afgelopen 3 maanden heb ik weer superleuke dingen bijgekregen. Dus die ga ik ook nog een keer tonen. Maar dat zal nog niet voor nu zijn, want we zijn nu nog maandagavond. Ik heb vandaag weer eens gaan werken en ik ben ongeveer nu een uurtje thuis. Ik heb ondertussen gegeten. En ik ga jullie daar ook in meenemen, want sinds kort ben ik met Herbalife gestart. En dat is eigenlijk een ja, gezonde levensstijl dat je dan creëert met de producten daarvan ook. Kijk, dit zijn dus de producten van Herbalife dat ik heb. Dat is de shake. Dat is de ik weet niet of je dat uitspreekt, aloe of zoiets. Aloe. Dat je in je water doet met de thee. Goedemorgen. Vandaag ben ik gestart met Formule 1 te kijken. En als snack had ik een rijstwafel met chocolade. Dan was het eenmaal middag en heb ik mijn broodjes ingestoken in de oven. Ik had er 2 genomen. En ondertussen was ik ook ja, alles aan het opruimen. En dan ook de vuile afwas, wat de restjes aan het wegdoen en dan de vuile afwas ook wegdoen. En dan eenmaal in de oven. Mijn broodjes waren bijna klaar. Zoals jullie gezien hadden, was ik bezig met eten klaar te maken. En ik ga ook tonen wat ik nu doe met mijn water. Dit had ik nog niet getoond op camera, maar ik heb warm water gekookt. En nu ga ik jullie tonen hoe de thee van Herbalife in elkaar zit. Ik film namelijk ook met mijn linkerhand en ik ben totaal niet gewoon. Dit is dus mijn eten. Volkoren broodjes met Martino en tomaten erop. En dan een andere, omdat ik daar keer zin in had, een broodje met choco. Daar heb ik super veel zin in. En nu ga ik jullie tonen hoe de thee maakt van Herbalife. Dus je gaat warm water. Jullie kunnen het gewoon zien, dat is echt kei warm water. Plus het is zo'n thermosbeker, dus dat gaat echt dubbel zo lang warm of dubbel zo lang koud. En dan heb je, even kijken, de thee. En ik heb de nieuwe smaak van citroen. En daar doe ik 1 schepje. De grote kant is voor de shakes. En de kleine kant voor de thee. Hier doe ik 1 schepje van dat poeder erin. Dat ziet er zo wat bruin uit. En dat doe ik hier gewoon in. En dan heb je ook dit. Dat is de aloe weer dat ik gisteren aan het uitleggen was. En daar doe ik dan 2 dopjes in. En je komt ongeveer toe voor een maand. Zo een dopje. Doe je dat er ook bij. En dan nog 1. En dit smaakt namelijk naar mango. Dus het heeft een lekkere combinatie. Persoonlijk van de thee had ik een andere hiervoor. Frambozenthee was het. En deze was ook echt super lekker. Dus ik denk dat ik die nog een keer ga bestellen. Als een dino op is, dat ik zo ga afwisselen. Of beide. Maar ja, dit doe ik nu elke dag. Als ik thuis ben, zo 2 bekers. En ik moet gaan werken, zo een fles ja, van 1,5 liter. Maar ik ga nu eerst eten. Helemaal, we zijn nu woensdag. En ik heb vandaag een vrije dag. En ik ben nu aan het wachten op de bus voor naar de fitness te gaan. Ik heb mijn sportieve outfit aan, ik heb een training aan. Maar vandaag ga ik cardio doen plus buikspieren. En ik wou jullie ook wat per oefening tonen wat ik eigenlijk doe.
Dus dat ga ik jullie tonen. En morgen moet ik werken, dus ik weet niet wat ik morgen allemaal ga filmen. Maar laten we eerst goed starten om naar de fitness te gaan. Ik ben onderweg met de bus naar de fitness. Dat is een tijdje met de bus. En dan eenmaal in de fitness heb ik mijn cardio gedaan, maar die had ik niet gefilmd. En dan ook mijn buikspieroefeningen. Ik heb een deeltje gefilmd voor op mijn TikTok. Als je benieuwd bent hoe mijn volledige routine eraan toe gaat, laat het zeker weten in de comments. Dan ga ik een volledige video filmen over mijn ab workout of mijn leg workout of mijn cardio. Ja, laat maar gewoon maar achter in de comments. Ik heb gedaan met de fitness en ondertussen zat ik niet door te gaan de bushalte voor terug naar mijn vriend te gaan. Lekker in het zonnetje, want daar zie je de zon ondergaan. En het is wel nog fris, want mijn handen bevriezen tot en met, maar voor de rest heb ik het warm. Maar ik hoop dat ik zoiets al kan eten, want ik heb echt honger. Maar nu zit nog een paar minuten wachten. En ik zie er echt niet uit door de pukkels dat ik hier heb. Maar ja, dat hoort erbij. Dat is nou eenmaal hoe de natuurlijke lichaam aan zijn werk gaat. Maar hopelijk dat ik het snel wegkrijg, want met skincare helpt het niet echt. Dus laten we hopen dat het gewoon zo snel mogelijk weggaat. Maar ik vond het ook belangrijk om dit te delen, want op social media wordt dit amper gedeeld. En ja, toen is het meestal een fake beeld. Dus ik wou het even zo bij vermelden. Ik ben anders al terug thuis en ik heb me al gedoucht en gegeten enzovoort. En ik wil eventjes aan jullie tonen welke twee producten ik in mijn haar doe voor mijn haar eigenlijk te verzorgen. Ik ga jullie tonen wat ik in mijn haar doe. Ik heb al sinds vandaag al de zilver shampoo gebruikt van Olaplex, de shampoos voor Redken. En nu ga ik jullie tonen wat ik achteraf in mijn haar doe. Ik gebruik namelijk deze twee. Ik doe eerst deze. Dat is gewoon een leave-in conditioner. En dan doe ik deze. Dat maakt je haar smooth. Maar deze moet ik nog een keer bijhalen, want deze is zo goed als leeg. Ik doe ook zo een dappende beweging. Ik wrijf niet. En dan pak ik deze. En doe een klein beetje met mijn hand. Zo. Blijf zo handig zitten daar. Smeer ik het op mijn beide handen. En dan het volgende, maar die is zo goed als leeg. Dus ik ga een klein beetje proberen te krijgen. En dan, wanneer moet ik niet werken? Vrijdag erom gaan. Hoe staat dat bij u? Die mag in de vuilbak. Wow. Maar ik denk dat ik wel genoeg product ga hebben voor nu in mijn haar te doen. En nu pak ik ook nog mijn olie erbij van Olaplex. Die staat wel iets verder. Ik gebruik deze namelijk van Olaplex. En die ga ik nu het doosje halen, want ik zie die altijd terug in het doosje. Zo ziet het eruit. En dan doe ik een klein beetje mijn hand. Ja, ik weet, En dan wrijf ik het open in mijn handen. En dan ga ik ook gewoon door mijn haar. En zo doe ik namelijk mijn haar. En dan, het is ook te zien in de ochtend. Of ik zeg van, ik ga het nog een keer doen, omdat ik in de avond te weinig gebruik. Dan doe ik het s'morgens nog een keer een beetje olie in. Maar zo doe ik dus mijn haar. Dat zit. En dan laat ik het gewoon erin in de lucht. Jij zegt mijn scheiding nog misschien gaat perfectioneren. Maar als het niet moet, doe ik het niet. En living it like this. Ik ga nu nog mijn skincare routine doen en dan nog wat water drinken en een serie kijken. En dan spreek ik jullie morgen. Slaap al! Welkom bij de eerste mini-vlog. Vandaag moest ik namelijk werken en was ik met de bus onderweg naar werk. Ik had mijn thee van Herbalife, ook met mijn snack van Herbalife. Een proteïnereep waar het echt super lekker is. Helemaal, we zijn nu donderdag. Ik ben nu in pauze. Ik moet vandaag werken. En dit is mijn lunch. Volkorenbrood met veel Philadelphia. En dan zalm en tomaatjes. En dan straks ga ik ook mijn outfit eens tonen. Want ik heb echt een superleuke outfit aan.
prachtig. En dan kan ik weer ook hier letten. Koeken wordt gemoeid. Vanavond ga ik dus rijst eten met kipfilet en curry. En ik neem deze. En dan bruine rijst. Voor één zakje. Maar met deze voor één zakje gewoon een warm water. Dus ik heb nu dit zakje hierin gedaan. En dan een klein beetje olijfolie erin in de pan. En dit laat ik opwarmen. En dit is het bezig met de kip. En dit is nog altijd bezig. Dus het moet vuren. En dan als dit ongeveer gedaan is, dan ga ik beginnen met de kip. En ik heb ook nog een tomaatje. En dit was dan het eindresultaat. Het was echt super lekker. Ik wil jullie nog een kleine outfit of the day tonen, want het is echt super leuk. Ik weet niet of dat hij goed blijft staan. Maar dit is de outfit. Ik ga nog kijken of ik een volledige show kan geven voor mijn broek. Maar dit is de t-shirt dat ik draag. Eigenlijk meer een trui. Dan van die gaatjes erdoor. Ja, we hadden een tentje. En daaronder heb ik dit tanktopje in het oranje. En dan, ik ga even kijken op mijn camera. Dan heb ik deze broek. Dan was er gelijk tekens op van een Coca-Cola. Dan zag ik Japans er ook op. Met een ring, want mijn waist is te groot. En dan deze schoenen erop, de Nike Dunks. En dat is eigenlijk flared aan de onderkant. Dus dit was eigenlijk de outfit van vandaag. Had ik juist nog in mijn haar de haarstijl gemaakt met de haarband. Omdat dit nu wat trending is. En dan had ik een klein beetje make-up voor vandaag. Gewoon een beetje concealer, bronzer en blush. En dit is het voor vandaag. Oh, en juist nog mijn juwelen. Mijn oorbellen komen van Victoria juwelen. Maar dit is de outfit. En dan wil ik nog een kleine unboxing doen en closing haul. Als eerste pakketje dat ik heb binnengekregen zijn zo de fitness items. Nee, dus de beste paarden. Maar is dat zo'n fitwear? Dus dat is zo niet see-through als je zo squat doet. Dit is juist wel de verkeerde kleur, want ik had hem besteld in zwart en niet in dit kleur. Maar het is wel de juiste maat, dus ik denk dat ik hem gewoon ga behouden. En dan superwear, en er zit ook zo'n vulling in. Ik denk dat je dat ook kunt dragen zonder pegades. En dit denk ik echt dat ik dan morgen al ga uitnemen. Met dan ook zo'n shortje. Dus ik ga dit en dit combineren. Dat maakt wel wijs. Want morgen is leg day. Juwelen maken. Hey, wow. En toen heb ik dit mooi ontvangen. Een super schattig ketting. En dan nog een bandje. Maar echt, ik weet niet hoe cute het is. Dankjewel Robin als je dit ziet. Super leuke samenwerking met Primark. Heb ik dit fluffy handtas gekregen. Super leuk. Ik ga open doen. En qua grootte is het echt wel groot genoeg. Dus dit zijn dan de pakketjes die ik vandaag heb ontvangen. En ik weet dat er nog een paar pakketjes onderweg zijn. Maar die zijn dan voor in de volgende vlog. Want ik ga hierbij ook de vlog afsluiten. Hopelijk vond je het super leuk. Vergeet daarom zeker niet een dikke duim omhoog te doen. En te abonneren op mijn YouTube kanaal. Zodat je geen enkel video kunt missen. Ik zie jullie graag terug bij een volgende video. Bedankt om te komen kijken. En ik zie jullie de volgende keer weer. Bye bye.